Dit is de vierde video die ik plaats op mijn YouTube-kanaal in de reeks Leren Knippen. Tijdens deze video ga ik de diagonale lijn behandelen. Stap voor stap neem ik jullie mee hoe je de diagonale lijn het beste kan knippen. Hier heb je het voorbeeld. Aan de voorzijde is die langer. Loopt die diagonaal achterwaarts op. Daarmee creëer ik een gradatie. En dan op die manier heb je een diagonale lijn geknipt. De andere reeks van knippen staat ook al op mijn YouTube-kanaal. Ik heb namelijk de dolhead gebruikt uit film 1. Heb je die nog niet gezien? Kijk die dan voordat je de diagonale lijn gaat knippen. Ik wens jullie heel veel succes en veel knipplezier! Hierbij een aantal voorbeelden van een diagonale boblijn. Voordat je de diagonale boblijn gaat knippen, is het belangrijk dat je echt goed de kniplijnen snapt. Dat je ook daadwerkelijk snapt wat je doet. Nou, ik heb het hier voor jullie helemaal uitgetekend. Eerst gaan we naar de eerste lijn. De horizontale lijn, die staat al op mijn YouTube-kanaal. Dat is dus de eenlengtelijn, de massieve lijn. Wat gebeurt er? Alle haren vallen naar beneden. Je knipt één lijn en die is dan ook echt massief, want al die haren komen op die eerste lijn terecht. In de tweede video, met de toenemende lengtelagen, plaats je een lijn daarboven. Dan vervolgens het haar dat je naar bovenkant en afknipt, is de afstand bovenop korter dan aan de zijkant en aan de achterkant. En daardoor creëer je dus die gelaagdheid. Dan hebben we de verticale lijn. En de verticale lijn die verwijdert heel veel gewicht. Dat kan je hier ook zien als je dat haar naar achteren projecteert. Dan ben je heel veel haar aan het verwijderen, heel veel lagen aan het maken. En in mijn derde video, die ook al op YouTube staat, is het gelijke lagen. Dan is die lijn, die loopt dan helemaal rondom met het hoofd mee. Nou, in deze vierde video, de diagonale lijn, dat is deze. Nummer 4 staat er ook bij. De diagonale lijn is de moeilijkste lijn voor beginnende kappers met knippen. En daarom wil ik hem ook nou echt even goed onder de aandacht brengen, dat jullie snappen wat jullie doen. Dus, ik pak de volgende grafiek erbij. Daar. Want dan wordt hij misschien wel een beetje duidelijk. Ik laat deze nog wel eventjes onderhangen. Kijk. Want, ik zei net tegen jullie, de horizontale lijn, dus die we hier hebben, dat is dus een massieve lijn. Alle haren komen op die lijn, dus dan heb je dus die eenlengtelijn te pakken. De verticale lijn, die verwijdert dus heel veel gewicht. Wat ik ook net zei, hè, als je het 90 graden uit de hoofd uittrekt en je knipt het af, ben je heel veel gewicht aan het verwijderen, heel veel gelaagdheid. Dan zie je hier in het midden de lijn. 45 graden. Ik ga in de volgende video ga ik ook met een lijn van 45 graden ga ik werken. Nu kan het zo zijn, als je dus die boblijn gaat knippen, die diagonale boblijn, dat je denkt, oh, daar hangt een beetje een zak. Hij is wat zwaarder. Nou, zonder het na te kijken van jullie, weet ik dan al dat je dus onder die 45 graden hebt gewerkt, dat je stand van je vingers onder de 45 graden was. En dan ben je dus gewicht aan het opbouwen. En waarom? Dan ga je richting die horizontale lijn, die eenlengtelijn, die massieve lijn. Nou, stel je voor dat je nu aan het knippen bent en je denkt, oeh, het gedeelte van de diagonale is wel heel erg hoog. Of ja, erg kort, dat die korter is uitgevallen dan dat je in gedachten had. Dan is het zo dat je met je vingers boven de 45 graden zat. En dan wordt het ook duidelijk, dan gaan jouw vingers meer richting de verticale lijn. En wat ik net zei, de verticale lijn verwijdert heel veel gewicht. Nou, in de volgende video ga ik dus met een hoek van 45 graden ga ik knippen. Nou, dan pak ik even de volgende erbij. Kijk, ik heb hem hier al voor jullie uitgetekend. Wat ik heb gedaan is die massieve lijn, die heb ik als gidslijn aangehouden. En vanuit daar ga ik in een hoek van 45 graden werken. Maar je lichaamspositie in het kappersvak is heel erg belangrijk. Dan is het best wel moeilijk om die 45 graden lijn te waarborgen. Nou, wat ik dan doe, en dat zien jullie ook in mijn video. En dat kan je dus ook bij je klant doen. Dan kan je dus je klant naar beneden laten kijken. Let dan wel op met de stand van je vingers.
als jouw klant een beetje naar beneden kijkt, dan moeten jouw vingers mee omhoog om die 45 graden aan te houden. Want stel je voor dat je klant naar beneden kijkt en jouw vingers blijven in die 45 graden en de klant gaat weer rechtop, dan ga je weer richting je massieve lijn en dan is die weer te zwaar. Dus wanneer je in een hoek van 45 graden wil knippen, dan ga je met je vingers mee omhoog, stand van het hoofd goed in de gaten houden. En als je dan dit goed onthoudt, dan weet ik zeker dat het knippen steeds makkelijker wordt. Dit is de grafische tekening die hoort bij de diagonale poplijn. De achterste lengtes zijn kort, naar voren toe wordt die langer. Voordat we gaan knippen gaan we afdelen. Eerst het bovenste gedeelte, het hoefijzer, vastzetten. Daarna een rechte lijn op het achterhoofdsbeentje en het middenvlak deel ik af in tweeën. Zet deze vast dat je een mooie basis hebt om te knippen. Ik begin in het midden op het achterhoofd en mijn gidslijn is de onderste lijn die dus al geknipt is in film 1. Daar knip ik dus niet in, daar maak ik mijn hoek van 45 graden maak ik daarop. Het hoofd is licht gebogen, dus hou goed rekening met de stand van je vingers dat je die hoek van 45 graden wel waarborgt. Elke keer neem ik een kleine passé op en die projecteer ik naar het midden, want ik werk met een vaste gidslijn. Elke passé naar buiten legt een langere afstand af en zoals je ook ziet bij mij het knippen, gaat er steeds minder af. Nou, ik werk van het midden naar de linkerkant naar buiten en vervolgens ga ik door naar de andere kant. Mijn gidslijn blijft in het midden, daar begin ik dus ook weer. En als je goed kijkt naar de richting van mijn van kammen, kam ik hem richting de gidslijn toe. Dan weet ik zeker dat ik naar het juiste punt toe ga. Wanneer het onderste vlak dan klaar is, kan je door naar het volgende. De stand van het hoofd blijft hetzelfde. Maak beide partijen los en kam het naar beneden. De lichaamspositie is bij deze kniptechniek constant op één plek. Wat je voor jezelf kan doen is bijvoorbeeld met plakband een kruis maken op de grond waar je je voeten op zet en dan de gehele kniplijn blijf je daar staan. Want ga je namelijk met je lichaam een beetje opzij, dan ga je uit balans. Want automatisch gaan je handen dan mee. Nou, zoals je kan zien, elke keer een dunne passé opnemen, na het midden projecteren en je stand van je vingers blijft in die 45 graden en knip je constant het haar af. Je zal merken ook nu weer, naarmate je naar voren gaat, hoe minder haar dat er afgaat, want dat haar legt dus steeds een langere afstand legt die af. Als je begint met knippen, knip dan niet direct helemaal tot in je hand. Soms moet je eventjes overpakken, want je wil dus niet in je hand knippen. Nou, wanneer je dan de ene kant hebt gedaan, ga je weer naar de andere kant. Let erop dat jouw lichaam constant voor de passé is waar je knipt. Op die manier hou je je balans in je coupe. Wanneer je dus je gidslijn niet ziet, kijk bij mij zie je hem er goed doorheen komen, dan wil dat zeggen dat je passé te dik is. Dan zal je smallere passés op moeten nemen. De passés die ik opneem zijn verticaal. Nou, wanneer je dan denkt van ik heb geen haar meer om te knippen, dan hoef je die voorste passé ook niet mee te nemen. Dan gaan we naar het laatste vlak, het bovenste vlak. Dat kam je los en bij je klant zoek je dan een beetje de natuurlijke valling op en laat je het vallen in de scheiding. Vanuit daar ga je de bovenkant weer aanpassen op de onderkant. Als je deze coupe op een model gaat knippen, dan zal je ook haar erop moeten attenderen dat ze de gehele knipbehandeling, de stand van de hoofd, op deze manier zo moet houden. Want als ze ongemerkt de stand van de hoofd gaat veranderen, dan verandert ook de hoek bij jou van knippen en dat heeft weer invloed op je kniplijn. Controleer ook tijdens het knippen de stand van de hoofd van de klant. Ook nu weer pak je rechte scheidingen verticaal, die projecteer je naar achteren naar je vaste gidslijn en daar sluit je hem op aan. Dit doe je aan beide kanten. De valkuil van deze kniplijn kan dus zijn dat je vingers, de stand van de vingers niet goed is en dat je te hoog of te laag gaat. Kijk, wil je het bewust, dan is het goed, want het is heel belangrijk dat je bewust wordt van hetgene wat je knipt bij de klant in het haar.
Je zal gaan merken wanneer je de bovenste passé geknipt hebt, dat er een wat zwaardere lijn halverwege het achterhoofd gaat hangen. En dat kan ik ook verklaren. Het is namelijk zo dat het bovenste haar, dat gaat meer richting je horizontale lijn. Dus je creëert op het achterhoofd iets meer een horizontale of een massieve lijn. Nou, om die nu weg te halen, want dat gaan jullie ook zo dadelijk in het filmpje gaan jullie dat zien, droog ik eerst het haar. Je kan heel goed zien in het droge haar, daar waar het nodig is om het haar nog te texturizen. Nou, wanneer je dit haar gaat feunen, dan kan je ervoor kiezen om dit met volume te doen of zonder. Ik kies ervoor om het niet te volumieus te feunen, dat hij wat meer valt in de natuurlijke valling. Begin aan de voorzijde met feunen, maak rechte scheidingen. En ten alle tijde de mond van je föhn naar beneden laten blazen. Je wil het haar met de schubbelaag naar beneden drogen, zodat het licht mooi weer kaast op het haar. Nou, zodra dat je dan het haar helemaal droog hebt, dan zal je precies zien dat je daar, waar het nodig is, nog een beetje in moet knippen. Wanneer je gaat inknippen, kan je dit het beste leren met je koepschaar. Wanneer je je koepschaar gaat hanteren, en dat laat ik jullie zo zien, doe hem dan wel met een hoek in het haar, dat je wel een gebroken lijn creëert. Kijk, nu draai ik de dolhead, draai ik voor jullie om en dan kan je zien dat ik bovenop nog net eventjes een wat zwaardere lijn heb, maar de diagonale lijn is al heel goed zichtbaar. Kijk, zie je de lijn daar? Die wil je dus wegwerken. Nou, dat kan je veel beter zien in droog haar dan in nat haar. Je kan dan precies de pluk oppakken daar waar het nodig is. En dan ga ik dus schuin met mijn koepschaar erin om een gebroken lijn te creëren. Dan ben je dus die zware lijn, die ben je kwijt. Je houdt wel de lengte, want die wil je wel bewaren. Maar je wil dat alles heel mooi zacht in elkaar overloopt. De diagonale boblijn kan je natuurlijk in verschillende lengtes kan je dat knippen. Kijk, het makkelijkste is dat je wel eens in de nekpartij de buitenlijn creëert en vanuit daar je hoek van 45 graden gaat bepalen. Op deze diagonale lijn zijn er nog heel veel variaties. Maar deze lijn, om te beginnen met knippen, is het makkelijkste om onder controle te krijgen. En vanuit daar kan je verder creatief gaan zijn. Dus ik zou zeggen, heel veel succes en vooral veel knipplezier!